Hallo allemaal, vandaag is het Roald Dahl-dag. Roald Dahl is een schrijver van heel veel kinderboeken. En ook een aantal boeken daarvan zijn verfilmd. Mathilda ken je misschien. De Grote Vriendelijke Reus is volgens mij ook van Roald Dahl. Maar dat kan ook zijn dat ik me daarin vergis. Maar goed, laten we daar eens een tekening bij maken. Bij een van de boeken van Roald Dahl, of misschien wat andere, wat meer figuren uit zijn boeken. We kijken wel. Doe je weer mee? Ja, vandaag is het Roald Dahl-dag. Waar kennen we Roald Dahl van? Nou, van heel veel boeken. Hij heeft heel veel kinderboeken geschreven, heel veel sprookjes ook. Ook een grote krokodil. Over de chocoladefabriek, Sjaki en de chocoladefabriek. Mathilde is ook een boek van hem en is ook verfilmd. De Heksen is een boek van hem. De Tovervinger. Er zijn gewoon heel veel verhalen van Roald Dahl. De GVR, de Grote Vriendelijke Reus, niet te vergeten. Meneer Vos. Heel veel figuren. Nou, laten we eens wat figuren tekenen uit de Roald Dahl boeken. Nou, laten we eens beginnen met een heks. Zoals Roald Dahl dat zou uitbeelden. Nou, ik denk dat dat dan ongeveer zoiets moet zijn. En dan van dat sluike haar zo'n beetje zo. Een heks is altijd een beetje zo'n beetje boos. Oh, de pukkel op de neus. Oh, nee, eigenlijk moet het een kromme neus zijn natuurlijk. Hè. Zo dan weer. Kin zo. Er nog een pukkel op zitten. Zo. Zittend op een bezem natuurlijk, zo'n heks. En dan ontdek je nou eenvoudig zo'n bezem, nou op deze manier. Zo, heks op de bezem. Natuurlijk mogen we daar dan streepjes bij zetten, dat ze ook echt door de lucht vliegt. Natuurlijk ook nog zo'n been van die heks. Nou, een heks op een bezem bijvoorbeeld. Ja, een grote reus kan natuurlijk ook, als we hier zo'n klein poppetje hebben. En we tekenen daar een grote reus bij. Nou, dit is wel heel raar getekend zo natuurlijk, maar een grote reus, een klein poppetje. Wat kunnen we nog meer tekenen? De Sjaki en de chocoladefabriek. Ja, hoe teken je dan die chocoladefabriek? Nou, Willy Wonka die had volgens mij een grote hoed op. Die kunnen we natuurlijk ook wel tekenen. Zo. En chocoladereep. Met het gouden wikkel. Hoe teken je nou zo'n chocoladereep? Dat zou je zo kunnen doen. En dan moet natuurlijk dat gouden wikkel eromheen. Nou. Het is vandaag niet zo helemaal duidelijk. Hè? Met Willy Wonka, of tenminste met de Roald Dahl. Ik vind dat best wel lastig. Ik denk dat ik er echt voor moet gaan zitten om die boeken, om daar iets bij te tekenen. Bij die boeken.
Ja, Mathilde die kon natuurlijk toveren. Dat was ook wel leuk. Die kon dingen laten zweven en zo. Nou, een grote krokodil, die kunnen we natuurlijk wel tekenen. Er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van hoe ze dat in de kinderboeken hebben getekend. Zoiets. En ja, dan heel die bek vol met tanden natuurlijk. Hier dan een neusgat zo. Nou, een grote krokodil. Ga zelf eens op zoek naar. Misschien heb je wel eens films gezien van Roald Dahl. Of heb je boeken gelezen van Roald Dahl. En verzin daar eens een illustratie bij. Of verzin zelf een sprookje en maak daar een mooie tekening bij. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.